Vijf dingen die God op het oog heeft met het lijden. 31 januari. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Romeinen 8, vers 28. Vaak weten we op microniveau niet wat de zin is van het lijden dat ons overkomt. Maar op macroniveau weten we vanuit de Bijbel wel dat God door het lijden heen op verschillende manieren ons geloof kan versterken en onderhouden. Het is goed om een ezelsbruggetje te hebben dat ons helpt om deze macro-redenen te onthouden. Als we dan plotseling in een beproeving terechtkomen, of we krijgen de mogelijkheid om onze naasten in lijden terzijde te staan, kunnen we ons in ieder geval een aantal waarheden herinneren die God ons heeft gegeven om de moed niet te verliezen. Hier is een ezelsbruggetje om ze te onthouden. Vijf woorden die in het Engels allemaal met een R beginnen. Als je vijf te veel vindt, onthoud er dan in ieder geval drie. God heeft op macroniveau onder meer deze vijf dingen op het oog met het lijden dat ons overkomt. Allereerst bekering, repentance. Lijden roept ons en anderen ertoe op om ons af te keren van onze liefde voor de dingen van deze wereld die we belangrijker vinden dan God. Lucas 13 vers 4 en 5, of die 18 op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden. Denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle anderen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Het tweede is afhankelijkheid, reliance. Lijden roept ons ertoe op om ons vertrouwen op God te stellen. En niet op allerlei aardse dingen die we nodig hebben om in het leven te blijven. 2 Korinthe 1 vers 8 en 9. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen. Zodat we zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Het derde, rechtvaardigheid, righteousness. Lijden is een manier van onze liefhebbende hemelse Vader om ons te bestraffen, zodat we deel krijgen aan zijn heiligheid. Hebreeën 12 vers 6 en 10 en 11. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft, en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Want ze hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Als vierde, beloning, reward. Lijden is verbonden aan een grote beloning in de hemel, die elk verlies hier op aarde dubbel en dwars waard is. 2 Korinthe 4 vers 17. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Ten slotte, herinnering, reminder. Lijden herinnert ons eraan dat God zijn Zoon in deze wereld gezonden heeft om te lijden. Waardoor het lijden waar wij mee te maken krijgen niet betekent dat God ons veroordeelt, maar dat hij ons loutert. Filippenzen 3 vers 10. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde. Een dagboek van John Piper door geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.